Baby, you don't know. Chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be replaced. Jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik Peanut brengen naar de hondentrim salon. Dat is de hondentrim salon in Vlaardingen. Lang niet geweest. Voor de echte diehard kijkers die weten dat ik ooit in Vlaardingen op school zat. Voor Van Prinster. En ja, ik ben echt al lange tijd niet in Vlaardingen geweest. Dus ja, ik mis ook echt totaal niet daar hoor. Wat een verrotte buurt is dat. Maar ja, is er een hondentripsalon en daar ga ik mijn kleine baby Beanie brengen. En daarna ga ik door naar werk. Dus ik ben wat eerder weg van huis. Ik heb een petje ook van Jean Mouche. Ik wou eigenlijk die... ik heb ook zo'n zwarte fisherman hat gehaald. Maar die heb ik... ja, die wou ik eigenlijk opdoen vandaag. Maar ik had geen goede outfit erbij. Dus ja, toen heb ik toch maar even snel gestuurd naar dit. God, wat weer een kutfile, hè. Niet normaal met die files heel de dag, hè? Nou, Peanut, jeetje. Kom, Peanut. Kom. Nou, we zijn in Vlaardingen. Kijk hoe schattig. Met een hondenballenbak. Leuk, hè? Leuk, hè, Peanie? Ja. Ik heb net Peanut afgezet. En ik vond het gewoon zo zielig, want toen ik wegliep dacht ze dat ze met me mee zou gaan. Ze is echt heel eenkennig. Ze vindt andere mensen eng. En ze blaft echt letterlijk naar alles wat bestaat. Zelfs stenen. Dus het doet wel echt pijn om er zo achter te laten. Maar ik heb net echt een heel schattig filmpje opgestuurd. Ik ga jullie laten zien. Kijk, helemaal in het hoekje van het bad. Maar ze is wel lief. Nou, het gaat helemaal goed met Peanut. Dus ik heb al 2 dagen show met Igmar. Het is echt super gezellig. Eiwa! Ja. Eiwa! Dat klonk echt zo Hollands. Eiwa! Eva, lieve mensen. De eerste keer dat ik Igmar zag, dat was met Judge Me Niet. Ja. Volgens mij zei je nog, voordat we die, of nadat we de eerste opname zaten, toen zei je van, ik mocht je eerst niet, maar nu wel. Nee, ik weet gewoon de hele tijd niet, bij jou, je zei zelf, ik laat niet zoveel emotie zien. Ja. Ik weet gewoon steeds niet of je iets leuk vindt of niet. Nee, maar heel veel mensen denken ook dat ik soms sarcastisch ben terwijl ik gewoon serieus ben. Maar dat is wel fijn, ja. Ik kan wel gewoon van tevoren zeggen, zullen we dit zo meteen doen op radio? En dan ben je gewoon, je kijkt eigenlijk een soort van, geen reactie. Dan weet ik gewoon niet, vindt ze het leuk, vindt ze het niet leuk? En op de radio gaat ze heel hard lachen en denk ik, oh, ze vindt het heel leuk. Ja, ja. Maar ik ken je nu 2 dagen goed leren kennen met samenwerken. Eerlijk, wel echt leuk. Ja, toch? Ik vind het ook echt een leuke show. Dus je mag wel vaste invaller zijn voor Noordin. En ik wil wel een keertje bij jouw show komen op zondag. Ja, kom een keer lang, zondag. Ja, als ik in de buurt ben, anders moet ik helemaal van Almere rijden. Wat is er mis met op zondag een keer naar werk komen? Ja, als ik betaald krijg. Op zondag word je dubbel betaald, toch, zeggen ze altijd. Of is het alleen bij de Albert Heijn en zo? Ja, wel, ik niet hoor. Hé, hey, doe rustig man. Ik ga nu Peanut ophalen. Ik zeg je eerlijk, die trimsalon heeft echt de beste service ooit. Want ik heb Peanut gebracht, maar ik moest werken. Dus ja, Peanut moest vermaakt worden en ze heeft zelf ook een hondje, dus ze heeft lekker met Peanut gechilled, gewandeld. Echt, ik ken geen ene trimsalon die service aanbiedt, dus echt mijn complimenten. Ik zet ook even de website van de trimsalon in de beschrijving. Ze zit in Vlaardingen, dus mensen in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, daar moet je echt zijn. Zelf was ik eerst altijd op zoek naar een hondentrimsalon in Almere of Amsterdam. Maar ze hebben zulke lijpe wachtrijen, het is niet normaal. Echt, ze zitten al 3-4 maanden vol. En zij is net nieuw, dus ik zou zeggen, ben je op zoek naar een plek waar je je hondje kan knippen, wassen en ook nog eens te laten chillen. Ja, daar moet je gewoon zijn, maar ik ben echt tevreden. Ze heeft me echt mooie foto's en video's gestuurd. Maar ik ga nu even snel mijn kindje ophalen en dan ga ik je laten zien hoe mooi ze geknipt is. Ik wou je zeggen. Wat zie je er mooi uit? Als, jeetje. Zeg maar als je... Nou, ze is weer helemaal fris geknipt. Ja, doe je goed op Peanut. Ja. Hi, mommy. Oh, bang en wild aan het doen, maar nu lekker in de auto, hè? Nou, gewoon naar papa. Naar papa? Ja. Yeah.
goed gedaan, hoor, schatje patati. Het is zaterdag en we hebben bezoek van Angelique. Ze komt hier logeren. Had ik niet gezegd dat je die in de vaatwasser moest doen? Work, work, work. Nou, wij gaan lekker kleien. April is ook aangeschoven. En ik had deze klei gehad bij de Action. Ik dacht, het is wel leuk om te doen. Zit ze ook niet de hele tijd op hun iPad. The end result. Dit zijn mijn beeldjes. Dit is van April. Dit is van Angelique. Het is een beer en... wat is het andere? Ja, voor dingen. Wat? Voor oh, om haar bandjes in te doen. En Kenji maakt een chocoladereep. Deze is niet af en dit is een cactus. Oh, die cactus vind ik wel mooi gedaan. Nou, oh. Alle kinderen zijn er vandaag, dus op buiten gemaakt voor iedereen. Ja, iedereen is er, alleen Daf moet nog naar bed komen. De grote baby. Daf, ja. We gaan eten. Dag, onze beeldjes zijn gedroogd en we gaan nu verven. Ik heb net verf gehaald bij de Action. Dus ja. Piep, amersie. Ze piep, amersie. Het is zondag. Ik zie er ook uit als een zonnige persoon. En het klinkt misschien echt erg, maar ik ben echt blij dat al die kinderen weg zijn. Oh, wat zijn die twee druk, zeg. April en Angelique bij elkaar. Oh, wat vreselijk. Nou, ik zal jullie onze creatie laten zien. Dit heeft Kenji gemaakt. Broertje van Davinio. Die chocola is wel echt toppie. Dit heeft April allemaal gemaakt. Oh ja, Angelique heeft haar dingetje meegenomen. En dit is voor mij mooi, hè. Ik heb een night slipper gemaakt en een monster met tanden. Heel tof. Oh ja, en een vinger. Ja, een vinger. Nou, gisteren heb ik een dutje gedaan. Ja, echt een half uurtje of zo. Nu ben ik ook echt kapot. Ik zit te twijfelen of ik de was ga doen. Of ga slapen. Ik denk dat ik eerst even snel de was ga doen. Davinio is ook weg, dus ik ben lekker alleen thuis. Ik ga denk ik toch wel eerst de was doen. Dan is dat gedaan. En dan kan ik gewoon gerust liggen. Weet je, als je gaat slapen en je moet wakker worden en dan weer dingen doen. Ja, dat doet gewoon echt pijn. Dus ik ga liever gerust slapen. Hele goede morgen, jongens. Het is vandaag dinsdag. En we zijn nu bij de verloskundige. Want ik ben vandaag 30 weken. En we gaan een goede echo doen. Kijken of die ja, goed groeit. Nou, mijn buik zegt het al, hoor. Hij groeit volgens mij goed. Klinkt goed, hè? Ja. Prima. We hebben voor nu een eigenwijze baby. Want de baby ligt met het hoofdje naar boven. Oh, ja, dat is geen verrassing, hoor. Nee. Heeft hier een hand zo. Dus wij op die placenta te trommelen. Ja, een duimpje, vingertjes. Je moet lief zijn voor je placenta. Nee, je moet jou eten. Oké, kijk. Vingertjes gedraaid. Net lacht hij even naar mij te kijken. Oh, daar gaat hij. Kom eens even hier. Dan heb je een leuk gezichtje zien. Helemaal in de placenta, zie je dat? Ja. Yeah. De placenta is zo in je hoofd. Nee, en weg. En weg. Nou. Ligt hij heel laag? Ja, met zijn billen ligt hij wel laag, ja. Want ik voel hem echt voornamelijk hier zo in de nacht. Alleen hier trouwens. Nou, alles gaat goed hoor met mijn zoontje. Mijn gezicht heeft echt een lijpe uitbraak gekregen. Ik had dus die peeling gedaan, toch? Een tijdje geleden. Maar waar die peeling, zeg maar, was gegaan en waar mijn huid is vervuild, daar heb ik dus nu allemaal littekens op mijn gezicht. Voor de rest waren ze eigenlijk allemaal wel een beetje weg aan het gaan. Maar nu heb ik dus weer allemaal vlekken in mijn gezicht. Dus ik ga straks even bellen, denk ik. En ja, vragen of dit normaal is. Want ik weet bij peeling dan...
gaat die huid dus zeg maar af. En dan is het gewoon weg. En het, is ook, het was ook weg. En na 3-4 dagen heb ik opeens dit gekregen. I'm really not happy with this. Because I look like... crack junk. En mijn neus wordt ook steeds breder. Voor de wegging heb ik een shake genomen. Maar ik voel hem echt tot hier. Hier. Daf gaat gymmen en hij zei dat ik mee moest. En ja, hij moet er echt over een half uur zijn. Dus kan ook niet eerst naar huis. Dus nu ben ik verplicht om nog een keer te gymmen. Hey jongens, het is vandaag woensdag. En ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Want ik ga een booty training doen. Met de dames met wie ik een fotoshoot had gehad. Voor die kledinglijn van Kim Veenstra. En eerst zou ik eigenlijk in Amsterdam werken. Dus ik dacht, nou, daar ga ik lekker voor werk. Maar nu moet ik naar Rotterdam. Dus ja, ik heb mezelf echt in een setup gegooid. Want nu heb ik echt een hele drukke planning. En meestal als ik dingen ga doen voordat ik naar werk ga, dan ben ik echt kapot gesloopt. Vooral, ja, dat is echt alleen nu sinds ik zwanger ben hoor. Want daarvoor vond ik veel dingen doen op een dag gewoon leuk en productief. Maar ja, we gaan zien of ik het ga uithalen vandaag en of ik niet dood ga. Dus let's get it. Chevy drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side, oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride, I get racks to go outside, and I spit it with the guys, we up on the other side, niggas acting like we tied, I been gone since like July, niggas acting like I died, they won't be expecting shit when Capo go to slide, cause I told them that we put that shit behind us, but I lied, ayy. Hey, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma beat downtown, man. Full flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. The fucking industry is cut, though. I'm not the same, man. And I can let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags. Now I got a game plan, and I'm out here with the 700 3i5s, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since like July, niggas acting like I died. Nou, ik ben net terug van de booty club. Zoals jullie gezien hebben, heb ik echt mijn ass afgetraind. Oh, nog eens een beetje vier. En ik heb ook... Oh, ja, sorry, ik ben een beetje buiten adem van het lopen hoor. Oeh, ik heb ook een hele doos gekregen. En ik dacht, het is leuk om even de unboxing te doen met jullie. Ik heb nog niet gezien wat erin zit. Oh. Ik heb dus een shoot gedaan voor Garcia met Kim Veenstra. Want ze heeft een eigen lijn daar. Een babybroekje. Wat cute. Een shirt van hashtag I am woman. Ik had ook kleren uitgekozen, maar die waren nog niet op voorraad. Dus die krijg ik volgende week opgestuurd. Wel jammer. Want als ze het eerder hadden opgestuurd, dan kon ik het nog meenemen op vakantie. Maar die collectie is echt, yeah, chapeau voor Kimmy. Oh, die headscarf die zit erbij. Super mooi, want deze past dus bij mijn Jacques Mousse. Hoe heet dat? Bij mijn Jacques Mousse tas. Ik kom gewoon even niet op die naam. Nou, het lijkt alsof ik een spijkerbroek op mijn hoofd heb gedaan. Ik moet hem even mooi stylen. Wat is dit? Olijfolie. Garcia olijfolie. Top. En een tafelspelletje. Ah, super leuk. Shout-out naar Kim Veenstra en Garcia. Hey jongens, het is vandaag Koningsdag en ik had geen planning. Want Davine, jullie gaan natuurlijk zuipen, net als heel Nederland. En... Ik moet zuipen! Nee, nog lang niet hoor. Jij nog lang niet.
En mijn moeder die ging ook weg, dus Angelique die was achtergebleven. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen ik en Angelique wel iets leuks samen doen. Ja. Dus heb ik haar nu opgehaald. We gaan naar Almere. En Angelique wou al heel de tijd op de scooter rijden, dus we gaan even zo'n deelscooter pakken. En dan gaan we denk ik even naar Almere stad of zo, want ik denk dat het daar wel gezellig is. Ja. Nou, gisteren was het Koningsdag. Ik heb echt vrij weinig gedaan. Ik was even met mijn zusje naar de stad gegaan. En toen was ik kapot en ben ik gaan slapen. Dus ik heb ook eigenlijk niks meer gevlogd. Maar over 2 dagen vliegen we naar Dubai. Oh my god, Dubai baby. Come to Dubai, habibi. Maar ja, ik moet mezelf even haarvrij maken. Dus ik ga nu even naar CS Wax Beauty in Almere. En daar kan ik dus ook gelijk mijn nagels doen. Want ik heb echt al 2 maanden lang geen nagels gedragen. Omdat ik gewoon geen zin had. Dus dat ga ik ook gelijk even fixen. Want zo kan ik niet naar Dubai. Nou, we zijn er weer. Ik moet zeggen dat mijn poeniehaar niet veel is gegroeid hoor. Nee, nee, nee. Dus ik ben blij dat, dat er heel weinig is teruggegroeid in een maand. Ik zal jullie even laten zien. Nee, ga weer. Kijk jongens, kijk die streamen. Oh, bijna heel mijn schaamlip meegenomen. Nou, deze gaat wel wat soepeler dan vorige keer, jongens. Want ik heb nu veel minder haar. Oh, ik kan niet wachten tot we klaar zijn met mijn poenie, want dit... I can't. Echt weinig beenhaar, wauw. Ik vind het wel lekker hoor. Ja? Je doet minder pijn dan mijn poentje. Mensen hebben 10 keer Brazilian naar benen. Hè? Wat? Mensen hebben 10 keer Brazilian naar benen. Nou jongens, ik ben nu op werk. Ik ben kapot van het waksen en mijn nagels doen. Maar nu moet ik nog eventjes... Ja, hoe kan je daarvoor kapot? Material girl problems. Maar ja, dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Deze zondag vlieg ik naar Dubai. Wow. Dus de volgende vlog. Bedankt voor de hypings. Dus in de volgende vlog gaan jullie zien hoe ik naar Dubai vlieg. Dus ik hoop dat jullie... Ja, ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. En vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. Oh ja, en dit zijn mijn nagels geworden. Babyboo met glitters.